Hele goede middag, jongens en meisjes. Hoe is het met jullie? Het is een tijdje weg, hè? Ik had het zo druk. Ik had ook even geen zin. Maar ik ben er weer. Want ik krijg heel veel vragen van, ben je echt op met filmen? Ben je echt op met vloggen? Nee, ik ben er weer, jongens. Ik ben gewoon in een fase van mijn leven dat ik eventjes niet weet wat ik wil doen. Dus ik doe 110 dingen tegelijk. Om te ontdekken of dat is hetgeen is wat ik wil doen van mijn leven. En ik ben er nog steeds niet over uit. Maar goed. Dat is dus dat. Ik ga nu weer lekker barbecue kip halen bij Glenda. Inmiddels ben ik al, denk ik, al 3-4 kilo afgevallen. Ik heb ook nog maar 1 onderkin in plaats van 3. Dat was ook wel leuk. Woe. Dus dat. Maar goed. Ik film straks weer verder. Ik ga op de weg letten. Doei. Jongens, ik ben op Zuidplein met AC. En we gaan even snel de laatste schoolsmuntjes halen, want het was natuurlijk een beetje laat. We zijn even naar de Sarah geweest. Even naar de waren van haren voor school. Schoolschoenen. Nog een paar. Alsjeblieft. Nee, nog niet. Nee, best is er ook. We gaan eerst kopen wat we moeten kopen en dan gaan we naar de Intertoys. Ja! Dus dat. Nou. Ik ben heel lang niet meer op Zuidplein geweest. Nee, ik wil even eerst doen wat we moeten doen. Waarom kan ik het serieus doen? Het is bij mijn teennagels te lang. Het drukt tegen mijn schoen. Tegen de voorkant van mijn schoen. Nou, oké, we gaan weer even verder. Dan zie je het zo weer. Ingeladen. We hebben niet zoveel gekocht, wat op zich gewoon mee. We waren even naar de Zara. Van die soort van boutiques op Zuidplein, want ze hebben altijd van die leuke hebben dingetjes. Ik vind dat broek van de Zara altijd niet zo leuk bij me zit. Het zit altijd heel gek. En nu hebben ze ook een soort van Zara look-like broeken met stretch. Dus die heb ik op Zuidplein gevonden. €35 per stuk of zo. Dus heb ik even 3 gelijk van meegenomen. Dus dat. AC heeft cowboylaarzen gevonden bij de Scampido op verzoek van chauffeur. Dus die heeft ze ook gelijk even gehaald. En nu gaan we de Simmerij ophalen. We zijn al op het Heijn geweest, want ik ga vanavond koken. Ondanks dat ik aan het vasten ben, ga ik koken voor mijn gezin. Ja, en ik ga niet eten. Ik heb ook eigenlijk geen honger. Moet ik eerlijk bekennen. Dus dat is denk ik wel heel goed. En chauffeur heeft mij dus een goede truc net laten zien. Want normaal ga ik altijd gewoon parkeren onder de Primart. Maar ik was dus net gaan parkeren op Zuidplein. Onder de Albert Heijn, zeg maar. En dan kan je bij de Albert Heijn een uitreikkaartje halen. En dan is het dus goedkoper. Dus ik heb net €7 betaald, terwijl je hier best wel een tijdje zijn. Dus dat. Oké, nou, ik ga nu zijn rij ophalen. Dan ga ik naar huis. Dan ga ik koken. En dan wil ik eigenlijk vanavond gaan lopen. Ik voel eigenlijk dat ik lui ben, maar ik moet gaan, man. Ik moet echt gaan. Dus dat ga ik maar eventjes doen. Maar ik ga nu eerst even mijn kind ophalen. Tot zo! Het is s'avonds. Ja, nee, houd bij je. Mij waar? Ja, stop het in je hol. Ik ga met Kian naar Duitsland. Zonder mij. Laat ik hier even een fotoshoot voor Aidas in Bremen. Ik wil echt mee, hoor. Het is 3-4 uur rijden. Ik ben moe. Maar goed, alles voor de kids. Ik ga alleen met Kian. Ik ga dit keer niet mee. Deze mee set. Maar goed. Dat hoort er ook soms bij. Want ik ben vaak genoeg met eten op pad voor Frozen. Kian en Cinderij en... Papa blijft thuis. Cinderij. En Deki. Dus, we gaan er gewoon door. Spullen in de bak. Deze vind ik helemaal niet leuk dat ze weg. Ik vind het heel zielig. Goed. Wat is er? 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 Wat is er?
Dan heeft iets van me gekocht, een flitsmeesterapparaatje. Zodat ik kan zien waar de flitsers zijn of zo. Dus hij is nu aan het installeren. Dus ik ben benieuwd. Maar wat is oh, waar je bij stoplicht bent. Dus wanneer hij groen is, gaat hij echt groen. Nee, flitser. Een flitser is gewoon niet voor de langste snelweg staan. En ga dan kijken hoe hard je rijdt. Godver. Nou, mijn naast staat met mijn zomer neus. Zo spuug je op mij. Een rapper. Je spuugt op mij. Een beetje trillig. Kijk op mama en nagel. Kijk wie naast je zit. Mevrouw zit je achter me. Mevrouw Ping Ping. Kijk, waarom zit je achter me? Omdat ze gaat slapen met haar voet tegen me aan. Kijk, waarom zit je achter me? Je moet mijn beel hangen. Met nacht niet. Hoezo zit je achter mama? Je mond stinkt. Nee, ik vind het gewoon awkward. En hoezo? Ik zit toch ook in de achter. Is hij aan, nog? Nee. Ja, goed, blauw. Nee, en wacht, gebeurt er dan? Je gaat het horen. Nee. Als er nee. Wat is dat? Als er een... Proeven? Oh, het is gewoon. Ik kom laat aan naar Sophie iets rijden. Wat is dat? Wat denk je dat dan? Oké, bedankt allemaal. Oh my god. Gaan. Ik wil niet. Tot op. Ik heb mee. Ga je mee? Ja. Waar naartoe? En daar. Papa gaat weg, hè? Ja. Oké. Weg. Maar ik ga dan ook blijven. Blijf even, Boffa. Nee. 7 uur shift. Dus zeg maar doei. Oké, ga maar naar binnen. Doei, tot vrijdag! Tot vrijdag! Kinderen huilen. Man emotioneel. Ja, we gaan rijden. We zijn, ik heb 4 uur aan één stuk door 4 uur lang gereden. Ik ben kapot. Ik geef een keer aan één taak om een parkeerkaartje te pakken. En het lukte natuurlijk weer niet. Dus ik ga even kijken wat er aan de hand is. We zijn aangekomen in het hotel. En ik moet samen met mijn moeder in bed. Wat een gezaak. Dit is de outfit. Eerlijk. Nonne, mijn bodyguard krijg. Oké. In ieder geval. Room tour. Dus je loopt de kamer. Is de deur op slot? Ja, want dit is er ook op. In ieder geval, je loopt. Hier de badkamer. Oh, heb je dat hier? Dan heb je hier een spiegel, een tafeltje, een tv en een bed. Waarom is het zo en donker hier? Mama gaat hier slapen, op dit kleine gedeelte. Ze heeft gezegd dat ik een heel wat bed voor mezelf maak. Toch mama? Ja, dat is echt heel leuk. Dus. Ik weet niet wat deze aan het doen is, maar weet je. Kijk maar gewoon lekker mee, want. Oh, ze is de koffer aan het doen. Nou, kijk maar mee. Het was me een waar genoegen. Kaat. Ja, het is op zich wel een net gewoon net snel hotel.
Oké. Okay. Even doen wat ik moet doen. Ik wens jullie een hele fijne avond. Tot morgen. Ik heb echt heel slecht geslapen. Ik ging pas om 4 uur naar bed. Ik slaap niet zo vaak alleen, dus ik moest echt heel erg wennen. Dus ik liep pas om 4 uur naar bed. Ik liep wel als kind, maar ja. Het is ook anders. Dus ik ben helemaal brak. Het is 10:10. We kunnen maar tot 10:30. Oh, we kunnen maar tot 10:30 van buiten zo rennen en dan naar beneden. Kijk, dus de lid. En ongedoest. Nul toch? Jij slaapt slapen. Jij slaapt wel rustig, moet ik zeggen. Nee, ik beweeg niet veel. Dus ik word vaak ook hetzelfde wakker. Ik ga lekker voor mijn haar was en ik ga even een groot dutje doen. Ik moet zo meteen mijn haar doen, een uur lang. Want anders heb ik echt een probleempje. Nou, we gaan even snel opschieten. Want ik heb echt pijn. Anders duurt het allemaal veel te lang. Oké, ik heb alle kleine lepels van koffie. Ja. Doe het voor mij niet. Dit is gewoon zo dat je erbij gaat. Gaan we niet eens even vertellen wat we vandaag gaan doen? Gaan we niet vertellen wat we vandaag gaan doen? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ik word er even 5:30 wakker. En toen dacht van, bro, wat ga ik doen? Ik ga je TikTok kijken, ben ik maar aan slaap gevallen. Blijkbaar. En toen was het al 10:00. En toch, mijn moeder gaan we eten. Eerst hadden we een beetje met twijfel of we wel wouden eten. Omdat mama is op dieet. Dus ik zei van, ik haal wel iets anders. En ze zijn lekker. En ze zijn beneden schaatjes, die zijn hier aan het eten. Zo meteen gaan we ons klaarmaken. Dan gaan we met haar naartoe rijden, 1:15. En 1:15. Naar de shoot rijden. Ik ga het niet rijden. Ja, dan ga ik gewoon dezelfde locatie. Maar ik moet een andere shoot had. We kunnen letterlijk lopen naar de shoot, maar ik heb spierpijn, jongens. Nou ja, heb ik shoot. Daarna gaan we naar het hotel klaarmaken. En dan kunnen we nog heel veel doen, want we zijn hier 2 dagen. Ja. Is dat zo? Dan kunnen we eventueel eten of lopen ergens. Lopen, ja. Ik ben geslapen. Ik heb me wel gevoeld. Ik had wel echt gedacht dat ik echt dichtbij in de dag gewerkt. Ja, maar ik dacht echt zo naast me. Ben ik gaan schrijven. Ik kan het niet. Ik moet even negeren voor die vlog. Oké, guys. We zitten. Wat staat er? Please pay at reception. Ah, no. Ja, we gaan het kaartje betalen.
Bombekruid. Pimpas hier. Jongens, I hate it. Wat moet ik doen? Lekker, hè? We zitten in de auto. Ik ben zo moe. Ik heb zo slecht geslapen. Dat is niet normaal. Maar goed, we zitten in de auto. Gedoest, fris en fruitig. Nou ja, wel fris en fruitig, maar niet fris en fruitig. Ik vergat het parkeerkaartje te betalen, dus ik ga eens even naar boven om het gewoon te betalen. Het is gelukkig maar 2 minuten rijden, dus ik ben er zo. Dus dat scheelt een hele hoop. Maar ik moet even opschieten. Want we moeten natuurlijk wel een beetje op tijd zijn, natuurlijk. Dus een beetje lipgloss. Ik heb echt alle kleuren van de Sephora huismerk lipgloss. Deze heb ik. En van, hoe heet het, van Rihanna? Ik ben het even kwijt. Shit. Fenty. Deze en Fenty. Als ik droge lippen wil, gebruik ik Huda. Dat zijn de brands die ik gebruik. Oh ja, en ik heb die Laneige. Laneige. Heb ik ook, maar ik vind hem niet... ik vond het geld het niet waard. Duur dingetje. En het smerkt niet zoals hoe ik zou willen. Maar goed, ik zei het tegen Kia. Misschien kunnen we later even een DM samen. Aangezien we nu toch hier in Duitsland zijn. Kunnen we misschien een paar leuke dupes halen. Yes, ik heb het op onze kamer gezet. Oh, oké. Okay. Ik moet het dan te duur. Nou, nee, niet uit. Het is 15 per... Ik denk dat het eruit checkt. Oh, ik kan het toch morgen. Kan je het nu gebruiken? Ja, toch? Alvast. Het is gescand of zo. Nou, guys. Ik zei dat we naar de DM. Ik moet nog even kijken of ik een paar leuke dupes kan vinden van TikTok. Van die DM. Oké. Okay. Heb je je gezicht goed schoongemaakt? Is het er ook een beetje uit? Ja, ik weet dat ik er uitzie. In ieder geval. Ik weet niet meer wat ik wil zeggen. We zijn onderweg naar... Scan it. Ja, biedt biedt het aan. Biedt het aan. Dat betekent dat ze bedankt. Gele auto. Ik zag gele auto's. Jij bent toch wel naar school geweest? Ja, maar wij leerden dat niet. Wij leerden gewoon werkwoorden. Hoe je werkwoorden moet vervoegen. Helemaal wel. Want wij leren... Ja, biedt het aan. Gele auto. Hou eens even op, joh, masketel.